In de vorige aflevering van Luigi's Mansion 2 HD moest Luigi vechten tegen een gekke trap, nadat hij al een hele lange trap met lichtjes was beklommen. We vonden weer een nieuw fragment van de donkere maan. En nu is het tijd om naar een nieuw huis te gaan. De oude klokkenfabriek. En daar hoeven we alleen maar even heen te wandelen volgens Quibus. Een stipte start. Vind je deze video's leuk? Doe dan snel een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Dat zou Quibus ook leuk vinden. Hij zegt dat hier vroeger de beste uurwerken gemaakt werden, maar na jaren van verval spelen de spoken er nu verstoppertje. Dat lijkt me een klus voor Luigi. Nou, het is alleen boven in de klokkentoren. Dit is de klokkentorenpoort. En daar moeten we naartoe. Gewoon even snel ophalen. Eens even kijken hoor, hoe dit er allemaal uitziet. Nou, het lijkt op een klein huisje en een torentje. Maar er liggen wel heel veel klokken hier in de tuin. En het is een beetje stoffig zo te zien. Oh, de poort gaat dicht. Ja, daar kun je gewoon onderdoor. Hè? Of moeten we even het lichtje aandoen? In ieder geval, daar moet het donkere fragment zijn. In die toren. Het is 4:30. Hatsenflatsie. Kijk zo. Poortje open. Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit voor gekke Pokémon? Die zag er echt uit als een Pokémon. Oh, poortje is weer dicht. Nou, doen we weer open. Rennen maar! Wat is er met het bloemetje aan de hand? Oh, weet ik niet. Maar er zat in ieder geval een spin in. Even koekeloeren. Wat moeten we allemaal doen? Kijk, er komt weer een beest. Er komt weer een Pokémon. Hoppa! Oké. Hier is een bal. Wat moeten we met die bal? Het is echt een mysterieus muziekje ook, hè? Wat er allemaal gaande is. Wat er allemaal... Moeten we die hierop zetten? Oh, we kunnen gewoon zo. Ja, het was 4:30, zag ik net. Misschien moet ik deze ook op 4:30 zetten. Zo. Ja, kijk. Wat ziek idee. De deur gaat open. Wat is hier nog? Daar is een kist. Oh, wacht. Misschien moet ik hier een brug maken. Ja, kijk. Had al dat gevoel. Ja, ja. Kom maar. Kom maar. Kom maar in mijn stopzuiger. Wat zit er hierin? Heel veel briefgeld. Lekker, man. Welke naam zouden jullie geven aan deze Pokémon? Laat het weten in de comments. En voor de rest hebben we hier nog iets. Ik weet niet wat ik hiermee moet. Kan ik nu denk ik nog even niks mee? We kunnen wel alvast naar binnen kijken. Wat zijn ze aan het doen hier? Oh, daar is een spook. Doe eens rustig, joh. Oké. Hij is boos. Hij is echt kapot boos. En daar? Daar gebeurt niet zoveel. Oké, we gaan naar binnen. Hallo. Oh, we zijn in het pakhuis. En daar is de eerste spookie al. En hij verdwijnt naar de rechterkant. Wat is dit voor iets? Hier kunnen we... Oh, oké, dan kunnen we naar boven. Ik denk dat dit de bedoeling was. Even de spinnenweb weghalen. Maar ik kan nog niet echt dit puin weghalen. Ik denk dat ik daar nog iets voor moet krijgen. Gaan we weer even terug naar beneden, jongens. Hier ligt een pot. Misschien moeten we deze pot ook ertussenuit halen. Kan dat? Oh. Ja. En voor de rest nog wat spinnetjes hier. Spinnenwebpies. Grote kluis. Krijgen we die open? Die krijgen we zeker open. Oké, wat is de bedoeling hiervan? Wat is de bedoeling hiervan? Moet ik deze hier tussenin zetten? Zo. En dan zo. En dan komt daar zeker heel veel geld uit. Oh, een sleutel zelfs. Kijk, dat is lekker. Ik denk dat hier een spin uitkomt. Uit die rode. Ja, zie je wel. Ik wist het. Oh, hier zit een spook in. Zag het wel bewegen, dat ding? Kijk, komt-ie. Komt-ie. Ja, een boe. What up, boe. Dit is de kombooter. Die zegt 00101001. Hier is die. Yo, boetje! Arme stuiterbal. Kom maar. Kom maar gelijk. Hier, kom maar, joh. Ja, joh. Hatsiek idee. Sorry. Kom maar in de stofzuigert. Nice. Gelijk een boetje gevonden. Ik denk dat we hier naartoe moeten. Ja, hebben we de sleutel voor. Hallo? Wow. Zijn ze nou bezig om een robot te maken hier? Ik heb die robot laten ontploffen. Oh, we waren zo hard bezig om een robot te maken. Is eigenlijk wel zielig dit, maar ja. Hé, wat een ziek idee. Oh, gouden spook. Kom hier. Kom hier. Hier zo. Geef me je money. Zo, ik heb in ieder geval wel genoeg money verdiend in deze video al. Jemig. Oké, wat gebeurt er als ik aan deze trek? Dan gaat dat open. Is daar nog iets bijzonders te zien? Oh, er hangt ook wat in mijn stofzuiger. Oh, hier zit nog wat verstopt achter de behang. Munten. En daarboven is ook nog wat geld. Zo, wat zie ik er. Dan gaan we hier erin. Hier moet ik ook zijn, volgens mij. Heel veel zand. Moeten we iets met het zand of moeten we iets met deze dingetjes die in het zand liggen? Oh, daar is een muis. Muis, loop eens terug. Ik wacht op je. Ik wacht op je, muisje. Ik heb deze robot tot leven gewekt. Gaat die ontploffen? Moeten we al die dingen laten ontploffen? Is dat wat het is? Is dat wat we moeten doen? Ik denk het. Wiep, 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 wiep. Uiteindelijk moeten we hier achter deze klok zijn. Oh, ik heb denk ik wijzers nodig. Hij heeft natuurlijk geen wijzers. De wijzers van de klok zijn weg, zegt Quibus. Dat is een slim stel spoken. Die wijzers bedienen namelijk de poort. En daarom hebben ze ze verstopt. Ja hoor, dat dacht ik alweer. Oh, wat gebeurt er? Heb jij een wijzer? Heb jij een wijzer? Oké, hij heeft geen wijzer, maar hij heeft wel een zandstorm meegenomen. Oh, laat me even wegrennen dan. Ah, moet ik nu naar boven? Hier? Nee, dat is niet de bedoeling. Oké, ik dacht dat dat misschien de bedoeling was. Maar nee.
Kom dan maar hier in mijn stofzuiger. Hé, maar wat moet ik doen? Kijk, twee nieuwe spoken? Hé, jongens, doe eens even keurig. Doe eens even normaal, alsjeblieft. Wat zit je nou in je tong uitsteken die je niet hebt, joh? Oh, oké, ik heb nu een sleutel. Oh, oké. Nee, ja, ik dacht dat ik hier iets moest doen, joh. Ik moest daar alleen, denk ik, de wolken oproepen. De zandwolken. Nu kunnen we op zoek naar de wijzers. Oh, mijn telefoon gaat weer af. Of ik bedoel mijn Nintendo DS. Geloof dat ik onze klokkendieven heb gevonden. Er komt een sterk signaal uit de catacombe. Daar moeten we zijn. Oh. Je hebt een speciaal kompas nodig om daar beneden te komen. Kunnen we waarschijnlijk in de tekenkamer vinden. Dus we zijn nu op zoek naar het speciale kompas die we in de tekenkamer kunnen vinden. Waar is de tekenkamer? Die is op de eerste etage. En we hebben hier een trap. Ik heb niet het idee dat ik hier moet zijn. Ofwel, moet ik hier zo deze robot laten ontploffen? Ontplof maar. Oh, water? Ja? Oh. Ja, kijk, ik moet wel hier zijn. Het is trouwens geen water, het is gewoon heel veel zand. Oké, dan doen we deze zo en dan trek ik denk ik nu de trap naar beneden. Ja, top. Kijk, we waren wel op de goede weg. Oh my gosh, en Luigi dondert weer van de trap af hoor. Oh, 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 nog meer bommen. Oh, en deze zit hem ook achterna. Wacht even. Hier komen. En jij ook, kom hier. Niet in de deur zitten. Top. Kijk. Oh my god, wat was dat? Wat is dit? Dit is echt een mega spook. Ik moet eerst denk ik het zand even van hem afhalen. Oh, dit is gewoon een donkere. Of een donkere, een rode spook. 1, 2, 3 en... Ja, kom maar. Hartstikke idee. Easy. Oké, kunnen we erdoor? Mag ik? Ja, ik mag. Cool. Dan zijn we bijna bij de tekenkamer aangekomen. Daar is nog een gouden spin. Pak die gouden spinluig. Daarboven. Ja, goed zo. Maar nu... Oh ja, hier konden we dan een brug maken. Zo. Die... En die, ja, cool. Kunnen we bijna oversteken. Hier nog een brug. Zo. Deze nog. Yes. Rustig aan, luig. Rustig aan. Oké, die spinnen laten we even met rust. Doen hier het luikje open. Oh, dan krijgen we hartjes. Oké, cool. Komt er een groot gevecht nu. Met gekke spooken. Oh, kijk, daar is één. Die zit daar. Lekker te tekenen. Achter zijn tekenstoel. Dat is één. Er zijn er nog meer. Ik kan hier dit laten draaien. Oh, wat? Dan gaat die kamer uit elkaar. Oh, wacht even. We moeten dit wel snel doen, blijkbaar. Dus snel rennen. Oké. Ja. Oh, oké. En er zijn nog meer spoken daar. Die is nu hier naartoe. Oh, shit. Dat zijn er echt veel. Ze laten me heten schrikken. Kom hier. Dit is één. Oh, ik had hem bijna te pakken, maar net niet. En dan pak ik jullie samen. Ook goed. Ja, je kan me laten schrikken, maat. Maar je komt toch echt een stofzuiger in zo. Deze zijn wel goed. Deze helpen elkaar. Deze helpen elkaar de Luigi te laten schrikken. Daar. Hier komen jij. Oké, cool. Dat was het. Zit er nog wat hierin? Ja, een hondenbotje. En hangt er nog wat achter dit doek? Poster. Ja, kijk. Nog meer monies. Lekker. En hier? Is hier nog wat te vinden? Nee, helemaal niks. Oké. Dan gaan we eens even naar deze kist. Hier hebben ze zeker de sleutels, de wijzers in verstopt. Oh, dit is het kompas. Oh, dit is nog niet eens het wijzer. Dit is gewoon het kompas. Hallo, Kawibus. Wat heb je daar? Dat is het speciale kompas. Ik hou je terug. Oh, oké. Cool. Dus we gaan later op zoek naar de wijzers. We moesten nu alleen het kompas hebben. Woehoe. Kawibus die zegt, ik dacht echt dat het vinden van het fragment van de donkere maan een koud kunstje zou zijn. Natuurlijk niet, joh. Dat gaat nooit zo soepel. Goed, laat me dat eigenaardige speciale kompas maar eens zien. Inderdaad, want wat is hiermee aan de hand? Het is een mooi ding. Maar hoe werkt die? Wat moeten we ermee? Kunnen we er wat mee? En ondertussen moeten we de kluis van Kawibus gaan bezoeken. In de ondergrondse tocht. En dat doen we in de volgende aflevering. Dus knal duimpjes omhoog en abonneer. En dan zie ik je gewoon daar. Mazzel.